En daar is race nummer 1, Motion 4. Niet meer in Deel van Ooyen, Tom van Hattem en Stefan Ooyen. Ga voor de vierde keer strijden wie hier de meeste punten kan halen voor de clubwedstrijd. De tweede clubwedstrijd hier in FC Amersfoort. Niet meer in aan de leiding hier. Die doet goede zaken in de laatste rit. Heeft een klein gaatje geslagen naar. Dus even kijken wie daar naar me toe gaat komen met 7-16. En dat is Stefan Ooyen, gevolgd door 7-49, Tom van Hattem op die derde positie. Gevolgd door Tijmen van Ooy op die vierde plek. En ze komen mooi achter elkaar binnen, niet op die eerste positie. Race nummer 2 in de baan met Jan Dekkers, Brian van Eerwijk, Antoine Blankers, Kerk van Ooyen en Luc Munsters. Antoine is er toch alweer bij, net met zijn valpartij. Hij ligt mooi op 3 en nou heeft er denk ik zin in gekregen. Want hij komt stilletjes aan naar voren en gaat het Jan Dekkers even moeilijk maken. Schouder aan schouder. En wie komt daar als tweede eigenlijk uit die bocht? Jan die zal toch de binnenkant dicht moeten houden, want anders komt Antoine binnendoor glippen. Aan de leiding hier Brian van Eerwijk, die heeft een paar lengtes voorsprong. Antoine die Jan toch moeilijk gaat maken. Zij en zij naar de finishlijn toe. Wie wordt daar 2 en 3? En gooi er alle twee nog even een sprint uit. En dan op die derde positie Luc Munsters. Of vierde positie bedoel ik, Luc Munsters. Met in de baan, hoor. Kom op, Anja, goed zo! Anja Jacobs en Boma. Wie gaat er hier aan de leiding? Anja Jacobs hier aan de leiding. Heeft een klein voorsprongetje, maar ik heb het nog niet gezegd of de voorsprong is er helemaal ingelopen door Wouter Maas. Hij stak mooi binnendoor, een mooie inhaalmanoeuvre bij Anja Jacobs. Die toch die bocht iets eruit pakte. Kom op Anja, doortrappen. Op plek nummer 3 Boma's, gevolgd door Jasper Kaasjager voor die vierde positie. Brian! Race nummer 4. Een mooie volle bak noemen ze dat. Aan de leiding hier weer, met die hele goede start, Boy van Arsel. Gevolgd door 7-18 en dat is niemand anders dan Max Hobo. Ze zitten nu mooi. Hobo zijn met 7-17, die zal nog eventjes aan moeten zetten om Wino van Rijswijk van het lijf af te houden. Maar Wino komt toch sterk opzetten en gaat door naar die derde positie. En dan met 7-41. Romano Brok, die toch mooi binnen doorschiet bij Niels Hobo. En dan krijgen we... Race nummer 5. Volgens mij is er een bevalling tussendoor gekomen. Want ze schreeuwen net van de daken. Aan de leiding hier, niemand anders dan Rens Hobo. Grote slagen, snel thuis denkt hij. Mooie sprong daar in het achterveld. Op de tweede positie Buddy van Arsel. Met aan zijn achterwiel zijn zoon Leroy van Arsel. Die bezoek krijgt van Adriaan van Gunpen. Die naar die gelukkige derde plek komt. En gaat Adriaan het nog redden voor de finishlijn. Hij best er nog eventjes een eindsprint uit. En pak daar die tweede positie.